We worden gelijk heel erg goed verwend. 89 De Bruyne. 86 Felipe Louis. Als ik 82 Bottegin krijg, denk ik dat ik er in eerste instantie blij mee ben. Maar deze ligt natuurlijk wel een beetje moeilijk voor mij. Begrijpen jullie? Koen, Matti en alle andere Feyenoord supporters die nu kijken. Jullie lachen me nu uit, ik snap het. Maar hey, nog gefeliciteerd man. Jullie worden toch een kampioen. Ja, Feyenoord had voor PSV gewonnen. Jullie weten. Oké, door. We hebben ook Castro, prima. Arek Milik als spits, prima. Icardi als spits, prima. Kennelijk in de Serie A zijn spitsen heel goed of zo. En voor de rest Cavani, zou ik ook prima tevreden mee zijn. Maar eigenlijk überhaupt zo'n informpie, Quincy Promes, alles heel bang bang. Lijkt me ook wel lachen, maar in ieder geval als jullie een blauw duimpje omhoog zo kunnen doen, zou ik dat super awesome vinden. Want we gaan gewoon lekker packs openen. Ik denk niet dat er special packs zijn, eigenlijk weet ik het wel zeker. Dus we hebben alleen van die 7,5k pakketjes, wat best rot is, want dan kun je niet heel snel er doorheen gaan. Maar kijk, je krijgt heel veel van die non-shiny fucking Dias. Die moeten we wel even heugen als mijn allereerste pakket op FIFA 17. Met de beschermer chemistry staal. Oh mijn god. En te hopen dat we wel een paar van die walkouts krijgen. Weet je wel, dat er zo'n gekke vuur komt. En dat die speler achter het kaartje vandaan komt lopen. Maar tot nu toe hebben we nog niet eens een shiny speler gekregen. Moest je vandaag naar school? Nee, ik was vrij. Kim Kaelström. Oh, een Manchester uit te doen. Dat is best wel mooi. Zo, kijk. Dan kunnen we dit ook gelijk even stylen. Een mooie bal van Adidas. Oh, mooi. Ik flikker gewoon nu alles in mijn club. En ga straks gewoon even alles verkopen of discarden of wat dan ook. Wel via de webapp. Want ik heb natuurlijk early access en dat is maar 10 uur. En hier hebben we onze eerste glimmende. Het is geen walkout. Het is ook een hele slechte. Maar hey, hij is glimmend. En daar gaat het even om. Maar natuurlijk, je hebt maar 10 uur early access. Dus ik kan niet zomaar constant op de console blijven. Dus ga ik daar lekker via de webapp alles rustig verkopen. Even kijken hoeveel coins ik uiteindelijk overhoud. Nou, op het moment dat het op deze manier doorgaat, zal dat niet heel veel zijn. Want dan kan ik alles voor 300 gaan discarden. Maar ja, ik hoop gewoon dat ik wat goeds krijg om een lekkere start te maken hier op FIFA. Laat me ook even weten, hebben jullie early access? Ik ben best benieuwd hoeveel mensen dat eigenlijk hebben. Kijk, van YouTubers weet je het. Die hebben het allemaal. Oké, dit is wel boven de 80. Ik ken heel de gast niet, maar hij is boven de 80, dus hey, duimpje. Maar hey, kijk, van heel veel YouTubers hebben bijna allemaal early access. Ik weet, van onze groep heeft volgens mij iedereen het. Want iedereen heeft een Xbox en als je eenmaal een Xbox hebt, kost het maar €5. Dus dan valt het wel mee. Maar uit ervaring weet ik dat heel veel mensen op de PlayStation spelen. En ja, dan kan het natuurlijk niet. Dus laat weten als jij de early access speelt. En of jij al packs hebt geopend, of jij wel wat hebt gekregen. Ik krijg nu 2 glimmende. Dat is eigenlijk op zich best prima. Maar er zit nog niet in wat ik wil. Dat snap ik. Maar het begint nu echt een beetje los te komen. Hé, hey, Gisneck, die heb ik gekocht in de van gisteren is dat alweer. Heb je hem niet gezien? Moet ook even kijken. Gisteren Journey geüpload, staat ook hier beneden. De Journey, helemaal begin. Oh, het is zo vet die game, man. Het is echt ongelooflijk. Oh, wat. Ik vind het spel nu al zo heerlijk. En hij is officieel nog niet eens uit. Want jullie, ik denk 90% van kijk. Nee! Nee! Ik ga Roelie bellen. Ah! Wat pak je hier met telefoon? Het is niet zo'n walkout als je een inform krijgt. Wat is dit? Ik ga Roelie bellen. Oh mijn god, echt een 4e pack op FIFA 17. Koen, eens kijk. Wie is de packkoning? Ondertussen begint mijn hond beneden te blaffen, omdat hij waarschijnlijk een debiel boven hoort schreeuwen. Hé, hey, ik ben daar. Ik vind het zo leuk. Dit is de voicemail van Raoul. Ik ben op dit moment even niet in staat om op te nemen, maar laat een bericht achter en dan bel ik je terug. Ah. Oeh! Dat ging bijna fout. Ik wilde kijken hoe duur die was. Het prijsrange stond 100k. Oh, ik denk... Well, ik had gewoon voor 30k. Dat is eigenlijk helemaal niet heel veel, maar... Oh mijn god. Ik denk dat ik Raoul niet kan bellen. Ah, vind ik jammer. Ik wil hem even bellen. Misschien dadelijk. Maar ik heb hem gewoon vol. Joepie! Nou, lekker de club in, denk ik. Misschien ga ik hem even gebruiken, misschien dat ik hem gewoon verkoop, misschien dat ik even wacht. Want het is een first week team of the week. Die zijn altijd wel wat zeldzaam. Op PlayStation helemaal, op Xbox valt het natuurlijk al mee. Meteen achterna wil ik zeggen, we hebben nog steeds geen walkoutje gehad. Dus we hebben nog steeds een doel in deze video, weet je wel. Kijk, eerst was het doel iets goeds krijgen. Nou, dat hebben we nu gehad. Maar het was geen walkout. En nu wil ik alsnog een walkoutje hebben. Maar ik was een verhaal aan het vertellen. Oh ja, dat waarschijnlijk 90% van de mensen die dit kijkt zelf nog helemaal geen FIFA heeft kunnen spelen. Ja, dat vroeg ik net al. Laat even weten hier beneden als je early access hebt. Maar ik denk echt maar dat 10% van de mensen die deze video zien ook daadwerkelijk al early access heeft. Dus ik ben er echt benieuwd naar. Want voor jullie is het natuurlijk, jullie kijken nu echt naar iets. Jullie hebben het zelf nog niet eens kunnen proberen. Jullie moeten gewoon nog tot donderdag wachten. Ja, wat denken jullie ervan? Want jullie moeten echt, ik kan het zelf ervaren en zelf een mening geven. Jullie moeten jullie mening eigenlijk bouwen op het feit dat andere mensen tegen jullie zeggen. Want je kunt zelf niet spelen. Aurier, prima. Ik denk nu, Aurier, fijn. Maar als je dan vervolgens gaat kijken, wou ik zeggen, dan zie je gewoon dat die vent 5k is. Maar dat is helemaal niet waar. Hij gaat echt maar voor 2. Maar niet uit. Kijk nou, 2 keer dezelfde bal. Nike Orden 4. Nike Orden 4 KSA. Wat is nou het verschil? Oh, die ene is van waarschijnlijk een of andere league. Staat er een league logootje op. Is dat alles? Dit is ook precies dezelfde bal. Wat is het nou? Pam, pam, pam. Het is een glimmende. Geef me een walkout. Nee, het is Nemanja Matic. Dat is helemaal niet matig, hoor. 84 rated Nemanja Matic. Oh, nee. Nee. Gaat gewoon voor 15k, denk ik. Oké, 12. Dat is veel, hoor. Dat is echt veel geld, hoor. Als je kijkt, over een half jaar gaat zo iemand voor 1000 munten, weet je wel. En nu gewoon nog voor 12.000. Dat is zo fijn. Dat zijn eigenlijk zulke goede spelers om op het begin te packen. Wat je eigenlijk helemaal niet merkt. Huntelaar heb ik in die video van vrijdag tegen gespeeld. En was echt super goed tegen me. Oh, ik zit nog steeds al een beetje van... In for Icardi. Get on my level, man. Oh, Clement, come on. Walk out. Nee. Het is die boy Brooks. Ik weet ook niet hoe die walkouts precies in elkaar zitten. Want volgens mij bepaalde spelers van bepaalde clubs of zo. Want het is ook niet vanaf een bepaalde rating. Want ik heb al gezien, Thomas Müller heeft geen walkout. En Matuidi ook niet. Terwijl dat die ook allebei super goed zijn. En dan andere spelers waarvan je het eigenlijk helemaal niet verwacht. Die hebben er dan opeens wel weer een. Dat is echt vet random. Xanonoglu gaat dat voor iets. Hé, komt ook bij. Die kan ik linken met Icardi. Xanonoglu gaat ook gewoon voor 5k, denk ik. Dan faalt hij dat niet. Nee. Veel minder. Ik schat hem dan veel te hoog. Ik denk echt dat ik een Serie A team ga maken. Dan ga ik gewoon lekker... Info Icardi houden voor in mijn allereerste team. Voor in mijn squad. En wie weet wordt hij meer waard. Nou, dan heb ik hem. Wie weet wordt hij niet meer waard. Heb ik het alsnog lekker kunnen gebruiken. Hector Moreno, 80 rated. Ik vind de ratings van Eredivisie een beetje random. Yo, Moreno is 80. Prima. Veldman is dan opeens ook 80. En dan heb je vervolgens verdedigers van Feyenoord die het eigenlijk ook prima doen. Die dan weer een heel stuk lager. Natuurlijk kijken ze naar vorig seizoen. Maar om nou Veldman net zo hoog te maken als Moreno vind ik een beetje random persoonlijk. Maar kan aan mij liggen. Er zijn wel meer random ratings, moet ik zeggen. Rechts, mid. Frans, helaas. Ik dacht, daar komt iets. En dan zie je die club waar die speelt. En dan denk je van, nee, dit wordt niks. En weer een glimmende. Vidal. Ai, ik hoopte zo erg op Vidal toen ik Chili in het centrum net zag. Ik vind het wel leuk. Kijk, hij gaat open. Echt als zo'n gelukskoekje. Dan komt Bailey eruit, denk ik toch? Bailey. Ja, volgens mij spreekt het uit Bailey. Ik denk dat hij voor best wel wat kan gaan. En dan krijg je zo aan de zijkant nog zo, oef, zo twee van die confetti dingen. 15k ook. Oh, wel meer denk ik, want deze staat er nog... Oh, dit is heel... Die ga ik wel naar mijn transferlijst sturen, die ga ik toen niet gebruiken. Hij is ook wel een beestje, hoor. Echt een beest. Maar kijk, dit soort spelers. Ik heb al Matic, ik heb die Bailey. Dan heb je al 25k, heb je Icardi nog bij. Dus je hebt zo 100k of 200k aan het begin, zonder echt hele grote spelers te krijgen. Alexander Pato, dat hij nog steeds voetbalt. Die was in FIFA 12, was dat een legend. Bang bang, hij is Clement en hij is CAM, hij is Spaans. Het is Bojan Krikic. Toch 82 reden. Die maakt dan toch wel wat potentie. Non-shiny skip ik gewoon. Oh, kijk, gek, hè. Je kunt gelukkig wel skippen. Hé, het was Marcus Berg. Shit, had ik hem maar gewoon af laten spelen. Berg is eigenlijk ook wel een mooie fan. Want wat het dus is met die Marcus Berg. We weten allemaal, Kosterberg scoort een beetje. Bij PSV, moker slecht. Speelt Nederland tegen Zweden. Scoort Berg tegen Nederland. Speelt Ajax tegen... Keel. Die gaat ook sowieso voor 15k of zo. Maar ik was aan het vertellen over Berg. Oké, ik ga door. Ajax tegen Panathinaikos. Scoort hij opeens tegen Ajax. Echt, hij scoort nooit. En dan 2 keer dat hij niet mag scoren van mij, scoort hij opeens wel. Ik heb ook Jasper Sillissen. Zijn prijslijst is tot 40k. Het is ook echt een beestje. Oh, het valt me tegen. En dan voor 5k of zo. Clement, come on. Geef me een walkoutje. Come on. Griezmann, nee! Camairo! Nou ja, als het Griezmann was geweest had ik toch wel een walkout verwacht. Maar Camairo, weet je, gaat ook voor 10k. Gaat voor 2k? Hij is best goed, dan hou ik hem nog liever in mijn club, joh. Een best prima speler, goede stad. Maar we hebben nog 10 packjes te gaan. Maar we hebben nog niet die walkout gehad, nu weer niet. Die wil ik gewoon hebben. Voor de mensen die trouwens helemaal niet weten en die al een half uur denken van Rob, wat de fuck is een walkout? Als jij een hele goede speler krijgt, dan flasht het kaartje dus op, komen er vlaggen naar beneden en de zijkant komt er allemaal vuurwerk en dan komt de speler die je op het kaartje krijgt, komt dan zo achter het kaartje vandaan gelopen en zo, elke keer als ik Clement zie denk ik, nu komt het, maar hij komt niet. Weer Clement. Nee, geen... Oh, van Persie. Geen walkoutje weer. Robin van PSV. Ja, lachen. Hé, hey, kijk eens. Samen. En dan heb ik ook al Huntelaar gehad. Ik heb gewoon de drie spitsen van Nederland eigenlijk gehad. Of drie Nederlandse spitsen gehad. Dat zijn niet de drie beste of zo. Niet meer. Oh, Glimmen. Nee, geen walkoutje. Weer Gamairo. Nee, dat kon niet, want het werd gevuurd. Ja. Ben Yedder. We weten allemaal hoeveel liefde we voor Ben Yedder als een team of the season hadden vorig jaar. Alright, come on, come on. Nee, het is wel een Belgische spits. De Poitre. Ik hoopte echt op Lukaku of Benteke, maar dat viel dus echt helemaal even tegen. Walkoutje in de laatste pack zou leuk zijn. Nee, helaas. Gewoon geen walkoutje. Wel Debussy. Geen walkoutje gehad. Maar, hey, ik had inform Icardi. Dus wat maakt mij eruit? Helemaal niks. Precies. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Willen jullie meer pack openings zien? Wat ik me heel goed kan voorstellen. Doe dan even een dik vet blauw duimpje omhoog. En hoop ik jullie allemaal de volgende aflevering weer te zien. Bedankt voor het kijken. Dab. En tot de volgende keer. Bye bye.